van stroop eigenlijk tot kleding, van stroop tot een vertelling, van stroop tot een bepaalde symboliek die eigenlijk hopelijk, als je er naar kijkt, ook echt tot je doordringt. Old Fashioned is een project dat tot stand is gekomen vanuit de Nederlandse Dansdagen in samenwerking met Fashion Clash Maastricht. En van daaruit zijn een aantal choreografen en modeontwerpers bij elkaar gezet om vanuit oude ambachten eigenlijk een hele nieuwe dimensie te creëren. Mijn taak binnen in dit project is eigenlijk om voor de choreografie te zorgen. Maar inmiddels verlopen die taken eigenlijk een beetje diffuser. Het is zowel Sabine als ik zijn eigenlijk beide op alle vlakken bezig. En werken we heel nauw samen om tot één uiteindelijke performance, zeg maar, te komen. Ja, hoe lang zou ik blijven zitten? Ik als modeontwerpster mag kleding gaan maken voor dames op leeftijd. Dat heb ik ten eerste nog nooit gedaan. Daarna wordt het gebruikt voor een choreografie. En ik vind het ook heel mooi, want je leert van al die verschillende disciplines leer je zoveel nieuwe dingen. En het gaat zoveel verder dan alleen maar kleding maken. En hier zie je de nagels er alweer doorheen. Echt prachtig. Ik werd gevraagd om iets vanuit oude ambachten te doen. En ik moest gelijk denken aan stroop. En ik weet eigenlijk niet waarom ik daaraan moest denken, maar het beeld van stroop kwam gelijk bij mij binnen. Stroop is ook echt nog wel een ambacht, zeker ook hier in deze regio. Nadat we naar de stroopfabriek zijn geweest, gingen we kijken bij Ronald in de studio wat het stroop kon doen. En je kan daar hele sierlijke en mooie tekeningen mee maken. We hebben het dubbel gevouwen en opengeklapt. En eigenlijk krijg je er al vrij snel een patroon. En al vrij snel wordt van iets lelijks gekriebel. Door het dubbel vouwen en openklappen krijg je al zo'n mooi effect. En meteen viel ons op is dat we een soort gezicht zagen in hetgeen wat we net gemaakt hadden. Hoe dit zich verstaat tot old fashioned is eigenlijk doordat ik met die vrouwen ging praten, zag je in hun gezicht echt groeven en het leven zie je in hun gezicht. Ze zijn natuurlijk op leeftijd, ze hebben veel meegemaakt. En eigenlijk het mooie daarvan is dat het dus nog wel steeds symmetrisch is. Maar wat je ook ziet is echt wel rimpels en een soort van krakelé. Dus eigenlijk wil ik door middel van krakelé laten zien, het heeft iets ouds, het breekt, het scheurt, maar het betekent niet dat het afgedankt is. Het is er wel en je moet eigenlijk de schoonheid daarvan inzien. De uitdaging binnen dit project is eigenlijk om niet alleen vanuit het ambacht te werken, maar ook eigenlijk de ouder wordende mens neer te zetten in de performance. We werken met modellen / dansers die allemaal boven de leeftijd van 60 of 65 jaar zijn. En dat brengt wel een heel erge dimensie, een hele andere dimensie mee om tot deze totaal performance eigenlijk te komen. Ronald gaat met de dames eigenlijk heel erg vanuit het begin te werk. Hij vraagt ze om gewoon heel sierlijk te bewegen op de muziek of de muziek te voelen. En langzamerhand gaf hij ze een opdracht van probeer de stroop te voelen, probeer de stroop te vangen. En doordat ik bij die repetitie was, kon je heel goed zien dat bijvoorbeeld het gebruik van hele kolossale kleding eigenlijk helemaal overbodig is. Want je wil juist die sierlijkheid laten zien van de dans en van de dames, van hun lichaam. Dus op die manier, als je dan naar die repetitie kijkt, kom je zelf ook meer tot ideeën en denken van nou, dit werkt wel of dit werkt niet. Ik
Ik heb uiteindelijk gekozen voor een tafel, eigenlijk een hele grote tafel waar iedereen, ook het publiek, dus aan kan gaan zitten. En die tafel die lijkt eigenlijk ook weer op een catwalk-achtig, dus dat blijft een beetje in het midden, daar speel ik ook mee. Maar het is echt het aan tafel zitten met dit etenswaar dat eigenlijk tot totaal iets anders vervormd wordt. Het publiek zal er heel dicht op zitten, waardoor ook de reuk van de stroop ook nog eens tot je door zal dringen. Dus je ziet niet alleen de stroop, je ziet niet alleen de verwerking van de stroop tot de kostuums en tot de choreografie, maar je zult ook gewoon die doordringende, zoete, maar toch het scherpe, het is toch een scherp randje aan. Die zul je ook daadwerkelijk gewoon ruiken, omdat je er gewoon ook echt aan tafel zit met de dansers. Ik zou graag willen dat als je naar deze voorstelling kijkt, dat je snapt dat zwartheid in je leven, dat de donkerheid in je leven eigenlijk kan leiden tot iets zoetigs, iets voedends, iets wat een gloed over je leven brengt, wat mooi en lekker en voedend kan zijn.